Dit, kan ook, dit had ook mij kunnen overkomen. He, je leeft in een land, er is oorlog, je ouders worden vermoord, je oma wordt vermoord, waar je dan gaat, iedereen wordt vermoord die je kent. Dus je gaat op de vlucht, je slaat op de vlucht. Je gaat naar het vrije Nederland, daar heb je wel eens, van gehoord. Nou, daar zit je goed in Nederland. Waar komt hij terecht? In een gevangenis. Want hij komt in een systeem terecht en hij heeft 12 jaar zogenaamd illegaal en dan is hij uitgeprocedeerd. En nu loopt hij de kans dat hij wordt teruggestuurd naar dat land, omdat hij niet kan bewijzen wie die is. Ja, logisch. Als je geen papieren hebt, dan kan je niet bewijzen. Wat is dat voor criterium, weet je wel? Laten wij bewijzen dat hij niet is wie hij zegt dat hij is. Nou ja, dat is te veel gevraagd. Ik ben onzichtbaar. I am the invisible man. I am a man of substance, of flesh and bone, fiber and liquids. And I might even been said to possess a mind. I am invisible. Understand simply because people refuse to see me. Two years in Somalian prison, captured by the rebels. 12 years in Netherlands on the status. Gevangen in een systeem. Barawe. They killed my mother. Barawe. They killed my father. Barawe. They killed my eyes. Barawe. They killed my youth. Barawe, they killed everything. But I live. Living in a country where days have purpose, filled with work or study. I cannot work or study. Not that I don't want to, not that I'm not capable of, but simply not allowed to. En soms vragen mensen mij, hoe was je dag? A day has to have meaning. I see people rushing to work or to school, even though I am not allowed. My purpose is not provided, it is denied. I have to create my own, so I do. A person that's been denied and does not stop existing. When you are obstructed from doing something, when something seems impossible or difficult, you can always find a way.